God. Laten
welkom op deze eerste kerstdagdienst. We zouden hier eigenlijk met Esther van Dijk zingen, maar die had een keelontsteking gisteren. Dus Natasja Rijke zingt met ons mee. Dus dit is Natasja. Vrouw van Jaap. En we zijn heel blij dat ze verder mee kan zingen. Natasja, mooi gezongen. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Dat kunt u vinden in Jesaja 9, vers 5. En Jesaja profeteerde het al zo'n 800 jaar voordat de Heer Jezus geboren werd. En in de tijd dat de Heer Jezus geboren werd, was er Romeins geld in de omloop, een denarius. En op dat geldstuk stond een afbeelding van keizer Augustus, met de inscriptie Caesari Divi Filius, Caesar, zoon van het goddelijke. En in de tijd dat dat geld in de omloop is, wordt de echte zoon van God geboren, Jezus. We leven nu bijna zo'n 2800 jaar na de aankondiging van Jesaja. En we vieren vandaag zijn verjaardag. Nergens op de wereld wordt de geboorte van keizer Augustus gevierd. Wij vieren de geboorte van de Heer Jezus, de Zoon van God. Fijn dat u er bent, fijn dat ook de kijkers thuis mee kunnen genieten van deze dienst, waarin we mogen luisteren naar het woord van broeder Pijnakker Hoordijk. Fijn dat je er bent. En ook zoon lief Eduard, bodyguard, zei je, broeder Pijnakker Hoordijk. Dus heb geen zorgen. We mogen weer uitzien naar een hele fijne ochtend. Mag ik jullie voorgaan in gebed? Heer, wat een aankondiging. Een zoon is ons geboren. Heer, en u bent onze wonderbare raadsman, onze sterke God, onze eeuwige vader, onze vredevorst. Heer Jezus, u bent naar aarde gekomen. Heer, als Heer God, u zond uw zoon. En we mogen vandaag dat herdenken, dat de Zoon van God geboren werd. Heer, wat een aankondiging. 800 jaar voordat u geboren werd, werd al geprofeteerd dat u zou komen. Heer, we zijn blij dat we hier samen mogen komen om naar uw woord te luisteren, om te zingen, bemoedigd te worden. Heer, maar in dit alles wil ook dan bidden voor hen die hier niet kunnen zijn, wegen ziekte of ouderdom. Wilt u ook bij hen zijn in de verpleeghuizen? Wilt u zijn ook, Heer, bij uw volk Israël zelf? Heer, dat nog steeds leeft in de bedekking, die niet geloven dat u, Heer Jezus, de Messias bent. Heer, wilt u die bedekking wegnemen? Wees ook voor hen die niet in vrijheid kerst mogen vieren. Wilt u daar zijn? Heer, we bidden voor vrede, ook voor de Oekraïne. Heer, we willen dit aan u opdragen. Vader, we zien uit naar een hele fijne dienst. Dank u wel voor de muziek, ook straks voor de zondagschool die iets gaat doen. Heer, we zijn blij, want u bent gekomen, Heer Jezus. We mogen uw verjaardag vandaag vieren, Heer. Prijs uw naam. Amen. We willen nu iets even laten zien van de kerststukjes. Vorige week zondag hebben we kerststukjes gemaakt met het A-team. En daar is een leuk filmpje van. Die gaan we nu even zien. En daarna komt Peter. In een stal in Bethlehem, hoe kwetsbaar klein kwam God. Nee, een andere band. Van de kerststukjes. Dit is geen kerststukje. Jawel, maar. Dat is hem.
namens David. Het was met heel veel plezier hebben we dat kunnen maken en bezorgen. En nou, de broeders en zusters die niet naar de dienst kunnen komen, hebben zo'n kerststukje gehad. Er zijn ook kersttasjes door het ontmoetingsteam bezorgd. En dit gaat Peter iets over zeggen. Als het goed is, zijn daar ook wat foto's van. We hebben afgelopen dinsdag weer een hele mooie ontmoetingsdag gehad. Voorheen heette dat Seniorendag, maar zoals je in de boodschapper hebt kunnen lezen, hebben we daar een andere naam aan gegeven om zo misschien een wat breder publiek te trekken. Maar ja, hier ziet u nog wat lege tafels. Het was in de voorbereiding allemaal klaargezet. En dan beginnen we altijd met een kopje koffie op die dag. En mensen stromen dan om 10:30 binnen. En merken echt dat, dat ze het gezellig hebben met elkaar en dat ze blij zijn elkaar weer te zien en elkaar te spreken. Na de koffie gaan we naar de zaal en dan zingen we wat liederen. En dit jaar stond het uiteraard allemaal in het teken van de kerst. Theo die zoekt dan wat liederen uit en zo hebben we heerlijk met elkaar gezongen. De spreker van die dag was broeder Paschier en zijn dochter die beelde Maria uit. En in de loop naar de geboorte van Jezus, wat we ook uiteraard vieren. En het was een hele mooie uitvoering zal ik maar zeggen. Met ook het woord daarna van Piet, die daar uiteraard op doorging. Na afloop van de dienst zongen we nog wat en daarna dan zijn de broodjes door het team klaargemaakt, die vooraf allemaal klaargemaakt. En hebben we heerlijk genoten van een pasteitje met daarna soep en de broodjes gezond, zoals we het elke keer weer noemen. En krentenstol daarna. En na afloop hebben we dan nog wat tasjes met presentjes uitgedeeld. Ik denk dat dat de volgende foto zal zijn, of een van de volgende foto's, ja. Die zijn uitgedeeld aan de mensen die er waren. Maar ook alle mensen, 70 plus, die er niet waren, hebben zo'n tasje met wat gezellige dingetjes erin mogen ontvangen. Het is altijd een hele blije dag. Mensen genieten er echt van. En de volgende dag, senioren, zeg het nog even zo, om de verwarring te voorkomen. Ontmoetingsdag in vervolg is op 17 januari. En ieder die vrij is, niet hoeft te werken, is van harte welkom. Tot 17 januari, zou ik zeggen. En nog gezegende feestdagen. Nog een aantal gewone mededelingen. Woensdagochtend is er wel bidstond om 9:00, maar zaterdagavond, oudejaarsavond, is er geen bidstond. Woensdagmiddag om 3:30 gaat kaarten maken ook gewoon door. De kerststukjes waren ook voorzien van kaarten gemaakt door het team van Marieke en de kaartmakers. Dus dat was ook erg fijn. Als u nog nota's hebt die broeder Kees van Tuil moet betalen voor u, dan graag nog dit jaar inleveren bij Kees. Anders is het u te laat. Volgende week, 1 januari, nieuwjaarsdag, hebben we geen dienst. Maar om tussen 11 en 12 is hij wel informeel samen zijn om elkaar gelukkig nieuwjaar te wensen. De eerstvolgende dienst, het nieuwjaar, is dan op 8 januari met broeder Jaap Ketelaar. Dan hebben we tevens ook avondmaal. De kerstcollecte is voor de voedselbank Velzen. Gisteren na de afloop van de dienst is er een hele leuke boeklegger uitgereikt. Goed nieuws, Jezus de Redder is geboren. De koning met een kingetje als geheugensteuntje. Als u hem nog niet heeft meegenomen, na afloop kunt u hem meenemen. En nu gaan we de kaartjes aansteken. Belangrijke taak. De kaarsjes mogen nu allemaal aangestoken worden, want het is kerst. En ik heb 5 mensen gevraagd om mij te helpen met aansteken. Dus die mogen naar voren komen.
Nou, en het is nu echt kerst, want alle vijf de kaarsjes branden. We gaan kijken naar iets heel erg speciaals. Want de kinderen van de zondagschool hebben iets ingestudeerd voor ons. En daar gaan we nu naar kijken. Dus geef ze een heel groot applaus. Let the kids be silent.
Van het gedicht.
Stille nacht, heilige nacht. Gezongen bij de geboorte van Jezus Christus de Heer. Het is kerst, er hangt hier een zeer goede sfeer. Plots verscheen er een engel die door de donkere nacht, bij de herders en hun kudde. Hij sprak, gij wordt in Bethlehem verwacht. Ook wij komen tezamen om hem te gedenken. Met het luiden der klokken deed de kerk ons wenken. Met de fiets of lopend door de donkere nacht, veel mensen, vele diensten, ja waarlijk een pracht. De preek, de dienst en het zingen, het is een andere sfeer. Ook zijn de bezoekers met kerst er vaak veel meer. Dat zegt veel over de geboorte van de Heer. Al lag hij in een kribbe en was zijn lichaam teer. Geboren in een stal, want er was geen plaats in een herberg. Maar als zoon van God in een kribbe is dat niet erg. Waarom niet in een herberg of in de vorm van een hotel? Ze werden geweigerd en de geboorte kwam te snel. Er is een kind geboren tussen de mensen op aarde. De zoon van God, voor ons van veel waarde. Een houvast voor de mens in het dagelijkse leven. God heeft ons veel te bieden en ook veel te geven. De wens is niet alleen van ieder vrede op aarde, maar ook evenveel eten, drinken, heeft ook waarde. Schoon water, schone lucht staat op één. De een is niet meer dan de ander, is ook gemeen. We gaan twee liederen met elkaar zingen. En de eerste is Ere zij God. En daarna gaan we O Holy Night zingen. Ik wil u vragen als u de mogelijkheid heeft om te gaan staan bij het volgende lied. Thank you.
stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul Oh.
zit dicht bij het vuur. Goedemorgen allemaal, wat zien jullie er allemaal mooi uit. U ook. Dankjewel. Eindelijk iemand die het snapt. Dat heb ik zelf bedacht. Mijn vrouw is er niet, dus ik denk... Ze heeft er wel op de achtergrond ingefluisterd, dus dankjewel voor de goedkeuring. Ja, mijn dag kan niet meer stuk. Ik wou het hebben over het thema. Dat kan ik zelf doen, hè? Oh. Wees wijzer dan de keizer. Dat rijmt. En ik wou een stukje lezen uit, hoe kan het anders, Lucas 2. En dan moet u doen alsof u dat nog nooit eerder hebt gehoord. Dus u zegt, Kerst, waar gaat het over? Nou, ik ga het u vertellen en u laat zich verrassen. Wat is het, een bizar, raar verhaal eigenlijk. Lucas 2, ik lees het uit de NBV-vertaling. In die tijd kondigde keizer Augustus... Nou, daar kan ik stoppen, want daar wil ik het over hebben. Daar ging het over. Maar ik lees toch even door. Keizer Augustus een decreet af, een bevel is dat, dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. En deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. En iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven. Ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven, samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. En hij reisde van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstammende. En u weet, Bethlehem was de geboorteplaats van David en later van Jezus. En terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Met andere woorden, er volgen er meer. Maar dit was de eerste. Ze wikkelde hem in doeken en legde hem in een voederbak, omdat er voor hem geen plaats was in het gastenverblijf. Nou, daar staat al zoveel in, ik stop hier. Wees wijzer van de keizer, dan de keizer. Er was eens... Ja, dat is dan een sprookje, want we weten niet waar en we weten niet wanneer. Er, eens... Maar dit is geen sprookje... Dit zijn bepalingen van tijd. Toen die en die koning daar en daar regeerde enzovoort, en die keizer, toen is het gebeurd. Het is historie. Het is echt gebeurd. Sommigen zeggen, oh ja, dat is een sprookje, dat kerstverhaal, zoet, sappig, maar daarna gaan we over tot de orde van de dag en slaan we elkaar weer de hersens in. Oh. Nee, zo gaat het niet verder. Mag ik u even vragen, zijn er op dit moment nog keizers? Of is dat uitgestorven? Is er nog een keizer? Japan, heel goed. De laatste. Hier is die. Weet u ook hoe die heet? Ik wel. Keizer Naruhito. Naruhito is de 126e keizer van Japan. Ja, en ik heb me laten vertellen dat je deze man, nou ja, eigenlijk zijn voorgangers, die mocht je alleen fotograferen via een spiegel. Niet rechtstreeks, maar via een spiegel, want de keizer was koning. Hij was, nee, niet koning, hij was God. En die kun je niet zomaar fotograferen. Dus via een spiegel mocht dat wel. Hij was heel erg hoog gezeten. Ja. De Romeinen hadden heel veel keizers, de Chinezen hadden heel veel keizers. Maar we zoomen natuurlijk in bij keizer Augustus naar de Romeinen. En die man die woonde dan in het centrum. Kan ik dat zo aanwijzen? Rome. Ja, ik ben ook niet zo technisch. Maar mijn pak is wel mooi, hè? Toch nog één punt voor mij. Rome, dat is mooi in het centrum en dat hele gele gebied eromheen, dat was allemaal Romeins. En Hitler en Napoleon zaten hier wat te kwijlen, van oh, dat wil ik ook. En dat was dan zonder mobieltjes enzovoort, dat hij toch dat kon regeren. De Chinese keizers zaten in de verboden stad in Beijing, de hoofdstad. Die man kwam er niet uit, maar pas op, hij had wel macht over dat gigantische Chinese Rijk. De Romeinen zaten hier, de Romeinse keizers...
En nou ja, die hoefden ook niet veel te reizen. Zij hadden daar de macht. Er waren 70 Romeinse keizers, maar één tegelijk. Allemaal opvolgers natuurlijk van elkaar. En dat ging niet altijd zachtzinnig trouwens. En dat was, deze man, keizer Augustus, daar staat hij. Een standbeeld. En let op, hij heette Gaius Julius Caesar Octavianus. Oftewel keizer Augustus. Letterlijk de verhevene, de goddelijke keizer. De vader des vaderlands. Caesar Curios. Dat is Grieks, dat betekent Caesar of keizer is heer. En dan moet je een beetje wierookkorreltjes in het vuur gooien ter ere van de goddelijke keizer. Iedereen doet dat, want die man is God eigenlijk. Hij is God. Hij liet veel openbare gebouwen neerzetten. En voor het plebs, het gewone volk, had hij brood en spelen. Ja, je moet een beetje leuk bezig gehouden worden. Hij was de vredevorst. Want van jaren van burgeroorlog kwam er eindelijk de Pax Romana, de vrede van Rome. Maar dat was wel vrede met alle geweld. Doe jij niet mee? Loop jij uit de pas? Jouw neus staat een andere kant op? Dan kon je de meest gruwelijke straf krijgen, de kruisiging. Er zijn duizenden mensen gekruisigd. Niet Romeinen, want voor Romeinen was dit te vreed, de kruisdood. Die vrede werd dus afgedwongen. En hij is getypeerd, die man daar, als... Rustig. Als een genadeloze bloedhond. Oh. De vredevorst, een genadeloze bloedhond. En deze keizer Augustus blijkt helemaal niet een hoofdrolspeler te zijn. In het hele kerstverhaal. Hij heeft maar een bijrolletje. En in het schaakspel was hij niet de koning. Ja, een keizer heb je daar niet. Het belangrijkste stuk van het schaakspel is een koning. Hij is geen koning, hij is maar een pion. En die pion wordt nu even verzet. En onbewust zorgt deze machtige keizer Augustus ervoor dat een oude profetie van Micha in vervulling gaat. Ja, dat de Messias geboren zou moeten worden in Bethlehem. Ja, hoe moet dat? En hij laat dan een volkstelling plaatsvinden. Hij wil weten van hoeveel mensen zijn er, hoeveel belasting kan ik van jou vorderen. Registratie vanwege belastingen. Hoe staat het ervoor? Want ik wil natuurlijk wel in weelde kunnen baden. Deze man werd maar 76 jaar, of ik las ergens 77, maar daar doen we niet moeilijk over. Hij kwam en hij ging opgaan, blinken en verzinken. Dat is met alle dictators zo. Met Stalin, met Hitler, met Poetin. Ze komen, maar ze gaan ook weer. Gelukkig. Je tijd is geweest. Je tijd is geweest. Nou, die Romeinse cultus van de keizer was niet te verenigen met het christelijk geloof. Dat botste. Dat botste. En er zijn heel veel martelaren, christenen, die hun leven hebben afgelegd omdat ze zeggen, ik wil de keizer eren, maar niet vereren, dat gaat te ver. Hij is geen God. Hij is geen redder van mij. Er is een hoge meneer daar, en die wil ik best respecteren, maar niet vereren, niet aanbidden. Nou, dan kon je betalen met je leven. Dan moest je het stadion in. En het hek ging open, hier werd het stadion ingeduwd en het hek ging open en de leeuwen kwamen en die hadden altijd honger. En die Romeinen maar genieten. Een soort reality tv. Je wist van tevoren wel wie de winnaar zou zijn trouwens. Daar gaan we weer. Stomme lui, vervloek nou je geloof, je hebt er niks aan. Die God redt je echt niet van die leeuwen. Dat van Daniel kun je ook vergeten, dat verhaal. Maar uiteindelijk was er een keizer die zei van, ik wil christen worden. Die zag in een visioen een kruis. En in dat kruis moet je overwinnen. Die boodschap kreeg hij mee. Dat was keizer Constantijn. En nog weer 80 jaar later was er een keizer die zei van, en nou stel ik het christendom verplicht in mijn rijk. Al die andere godsdiensten deugen niet. We hebben nu alleen het christendom. Theodosius was dat. Was dat wijs? Daar kwam er een heleboel kaf onder het koren. Ja.
Maar ik wil me even beperken tot deze keizer. En dan zie je daar in het uithoek van het Romeinse Rijk, hier is Israël, hier ergens ligt Bethlehem, en een uithoek, daar speelt zich dan de echte geschiedenis af. En daar als afstammeling van David, koning David, moest Jozef en Maria naartoe. Om daar de Messias te baren. Hey, Messie! Messie, moet ik u dat uitleggen? Messi, dat is zo'n jongen die met voetbaltrucjes veel kan doen. En die verdient $41 miljoen per jaar. Hij is er best wel goed in. Maar Messi is niet voor je aan het kruis gegaan. Hij wordt vereerd, bejubeld als een god. Hè, van, oh geweldig, jij hebt ons helemaal naar de top gebracht. Voor, wat was het, Argentinië? Ja, wat anders. Maar de geboorte, hoofdstuk 2, vers 11, daar staat, Lucas 2, vers 11, vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias. Messias. Zo heet hij eigenlijk. De Christus, de gezalfde. Hij is het. En Messie kan veel voor je doen, kan je vermaken en zeggen, nou, knap gedaan. Maar hij is niet voor jou aan het kruis gegaan. En deze eerstgeboren zoon doet het machtige Romeinse Rijk op zijn grondvesten, fundamenten sidderen, schudden. Nou, onder de keizer had je de koningen. Eén keizer, verschillende koningen, daaronder weer stadhouders als een piramide opgebouwd. Hij, de keizer aan de top, hij zegt, jij gaat en doe maar. De koningen moeten dat uitvoeren. Had je onder andere koning Herodes. En toen koning Herodes hoorde dat er een koning van de Joden was, toen dacht hij, ja, dat ben ik. Wat zeg je? Een andere? Pardon? Ja, hij was bang voor die baby. En hij heeft gezorgd dat die baby niet meer zou kunnen leven. De kindermoord in Bethlehem. Ongeveer 20 personen, 20 baby's moeten zijn vermoord. Als je het uitrekent naar de grootte. En hij hoopte dat deze zogenaamde koning van de Joden daartussen zou zitten, want hij duldt geen concurrentie. Ik ben het en ik blijf het. Nou, Zacharias, de vader van de heroud van de Heer Jezus, van Johannes de Doper dus, heeft geprofeteerd in Lucas 1, vers 68. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, hij heeft zich over zijn volk ontfermd en het verlost. Verlost van wie? Van die Romeinen natuurlijk. De bezetters. Die ons onderdrukken. Wij willen niet. Ga lekker naar Rome, joh. Ga naar huis. Laat ons vrij. Maar dat was het niet. Die Jezus, die Messias, kwam niet om ze te bevrijden van de Romeinen. En de Romeinen zijn al lang weer verdwenen, die rare jongens. Maar een veel groter probleem is de zonde. De rottigheid die ons allemaal heeft aangevreten. Ja, dat babytje moest een naam krijgen en dat zullen we eens bedenken. Jezus moet hij heten, Yeshua, Joshua, precies hetzelfde. Want, zegt de engel in Matthäus 1 vers 21, hij zal bevrijden, verlossen, redden van, niet de Romeinen, maar van zonde. En daar zitten we nog steeds mee. De rottigheid, het egoïsme, het zit allemaal in ons. Ik sta in het centrum en jij moet doen wat ik leuk vind. Maar dat is zo fout. Hij heeft ze dus niet van de Romeinen verlost, maar wel van het universele probleem, de zonde. Hij is de vredevorst die verzoening brengt tussen, let op, Joden en Romeinen. Tussen Joden en Palestijnen. Tussen Tutsi's en Hutu's. Tussen Russen en Oekraïners. Tussen Turken en Armeniërs. Tussen Nederlanders en Surinamers. Tussen Nederlanders en mensen van de Nederlandse Antillen, van Indonesië. Hoe kun je tegenover elkaar staan? Ik heb dat prachtig gezien. In Israël,
Ik ben er in een gemeente geweest, de gemeente Haar Karmel, bij Haifa en de buurt. En daar heeft Elia, de profeet Elia, opgetreden. En ze hebben daar een prachtig gebouw neergezet. U ziet dat daarboven. En die gemeente, ik wist niet wat ik zag. Wat zag ik? Ik zag hier op het podium zag ik een Jood staan. Ja, dat is voor de hand liggend. Maar ook een Duitser. En een Amerikaan, maar dan wel van een Japanse achtergrond. En ik zag Arabische mensen. En het maakte allemaal niet uit. Ze waren één in lofprijzing van de Heer Jezus. Het was één gezin. En al die nationaliteiten, die achtergronden, vielen allemaal weg. Het was zo'n verademing. En ze hadden een visie om vluchtelingen in Israël. Er zijn heel veel vluchtelingen. Uit Eritrea, geloof ik. Om die te bereiken. Kom er maar bij. En we zijn allemaal één. In de Jezus. En ik denk, zo is het bedoeld. Een gemeente is een broedplaats. Is een vrijplaats. Is een bruggenhoofd in de maatschappij van vrede. Heel veel polarisatie om ons heen, maar hier niet. En ik geloof dat de sleutel van het vredesproces ligt bij christenen. En dat ga ik u uitleggen. Wees wijzer dan de keizer. Wat is er dan gebeurd? Nou, er is geen verslag van de troonzaal van keizer Augustus. Kijk eens even de pracht en de praal. Die man is helemaal niet belangrijk, joh. Die wordt maar één keer in de Bijbel genoemd. That's it, een bijrolletje. Maar wel van de kraamkamer. Hoe de Heer Jezus geboren is. En nou, helemaal in Genesis lees je dus dat het fout ging. Met Adam en Eva. Gezondigd. Zonde. Het fundamentele probleem. Maar er kwam al gelijk de oplossing. En de belofte, de moederbelofte. De kop van de Satan zal vermorzeld worden. Hoe dan? Hoe gaat u dat uitwerken? Nou, door de geboorte van een baby. Maar mag ik even lachen? De keizer en een baby. Ziet u niet een contrast? Dit is toch geen partij? Dit is toch uit verhouding, uit proporties? Mag ik even lachen? En wat een groot geloof moet je hebben. En door te zeggen, dan, het is die baby, die gaat winnen. Die keizer is vele malen sterker. Heeft een leger, heeft pracht en praal, die hoeft maar te knippen en het gebeurt. En die baby kan alleen maar vuile luiers maken. Hoe zit dat? Wat een geloof moet je hebben om te zeggen, en daar kniel ik neer en daar geef ik mijn geschenken. Wat heb ik? Ik heb niks. Ja, ik kan mijn sleutels geven en mijn auto en vooruit en mijn pincode. Maar veel meer is je leven geven. Te knielen en zeggen, u bent het. U bent het waard, mijn aanbidding. Ik geloof erin. Jezus aan het kruis. Wie gelooft dat dit de overwinnaar is? Links, rechts, ook iemand die gekruisigd is. De een zegt bespottelijk en de ander zegt, ja, maar hij is het hoor. Wat geloof je? Nou, wij geloven niet in vernedering, maar wij geloven in verhoging. De trots. De nationale trots. Marokko! Hey, wij waren wel het beste van heel Afrika, hè? Ze gingen uit een dak. Wij zijn zo onder de duim gehouden en vernederd. Je bent maar een Marokkaanse gastarbeider. Maar nou hebben we bijna gewonnen. Was toch goed? Ze gaan uit hun dak. En dan zegt Amerika, ho, 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 ho. America first. En dan zegt Nederland, ho, Nederland, Holland second, alsjeblieft. Wij zijn er toch ook nog. Duitsland, Duitsland, über alles. Ja. En God met ons. Niet met jullie, maar bij ons, hè. Wij zijn superieur en jullie zijn inferieur. Wij zijn het. Ja. En mag je dan wel trots zijn op je eigen volk, op je eigen land? Jazeker. Maar wil je niet dan de zwarte bladzijde van de geschiedenis gaan witwassen? Zwart is zwart.
hele discussie over het slavernijverleden. Wat hebben wij Nederlanders gedaan, aangedaan? Ja, het duurt al heel lang voordat we dat durven te bekennen. Want we denken ook, heeft het consequenties? Heeft het financiële consequenties? Moeten we weer de portemonnee trekken of wat dan ook? Ja, sorry, foutje, pardon. Dat is makkelijk gezegd. Maar heeft het nog consequenties? Durf je te vernederen? Wat hebben wij gedaan? Een van mijn voorvaderen is gouverneur-generaal geweest van Nederlands-Indië. Pijnakker Hordijk. Wat heeft die man gedaan? Natuurlijk was hij een kind van zijn tijd. En kijken wij nu met een andere bril naar de geschiedenis. Maar valt er nog iets goed te maken? Durf je te vernederen en zeggen van, ik was fout. Ik. Ik weet wel dat mijn vader een keer zei tegen mij, wil je mij vergeven? Als vader doe je dat toch niet? Heb je toch altijd gelijk? Wil je mij vergeven? Ik was fout. Ja. Wijzer dan de keizer. De keizer is sluw. En hij denkt in zijn eigen voordeel. Hoe sla ik mijn tegenstanders aan de kant die aan de poten van mijn troon zitten te zagen? Die uit zijn op een machtswisseling, op een staatsgreep. Altijd in angst. En dan moet ik ook een bodyguard hebben, want stel je voor dat jij... Ik zorg dat ik stevig in het zadel blijf zitten. Hoe vergroot ik mijn macht? Ja, ik heb veel, maar ik moet nog een beetje erbij. Ik wil aanbeden en bejubeld worden. Kijk mij nou eens. Nou, je wordt niet zomaar de grote leider. Het is likken naar boven en trappen naar beneden. Zo doe je dat toch? De wereld van de macho's. Intriges. Misleiding. Bedrog. Propaganda. Omkoping. Corruptie. Rivalen. Trots. Hoogmoed. Niet sportief zijn. Want als je verloren hebt, als je de verkiezingen verloren hebt, zeg je, ze hebben niet goed geteld. Het moet over. Kan niet toegeven. De scheids is partijdig. Natuurlijk hebben wij gewonnen. Alleen die scheids die deugt niet. Er is fraude gepleegd bij de verkiezingen. Ik kan het niet toegeven. En deze vind ik wel leuk, hè? Een dictator kan niet lachen. Heeft geen zelfspot. Nee, ik zet wel eens onder een e-mailtje aspirant Smurf bij mijn eigen naam. Wat stel je nou voor, joh? Druk mannetje. Wie denk je nou dat je bent? Hè? Ben je echt zo'n opgeblazen kikker van, nou kijk mij nou. Je stelt niks voor. Echt niet. Durf je om jezelf te lachen? Mijn zonen die kunnen altijd heel goed mijn bloopers invrijven. Weet je nog, pa, toen? Zo stom en ik ben zo creatief om telkens weer wat nieuws stoms te bedenken en te doen. Ja, het is stom. Maar ik kan er wel om lachen. Ja, daar gaan we weer. En Calimero die zegt, ik heb veel, maar ik heb te weinig. Zij zijn groot en ik is klein. En dat is niet eerlijk. Maar dictators, die gaan dit niet laten zien, hè. Geen zelfspot. Die zijn bloedserieus. Maar de overwinnaars kunnen lachen. Om zichzelf lachen. Waarom? Ja, omdat we al gewonnen hebben. Maar de dictators die zijn super nerveus en zeggen, ja, dat gaat niet helemaal door. Nou, wie waren er wijzer dan de keizer? Toen dacht ik, de wijze natuurlijk. Je mag niet wijzen, maar ik wijs toch even naar de wijze. De drie koningen. Drie? Waren het er drie? Of zeven? Nou, minstens twee. Dus het getal is niet belangrijk. Waren het koningen? Ik zei net, het zijn wijzen. Nou, de NBV heeft nog wat anders. Die heeft magiërs. Oh, wat zijn magiërs? Nou, dat zijn magoi in het Grieks. Dat zijn astrologen en astronomen in één. Die bestuderen de sterren, maar ze houden zich ook bezig met de horoscopen. Jouw toekomst staat in de sterren. Dat is helemaal fout.
Lees de Bijbel, lees Deuteronomium 18. Dat is helemaal fout. Maar ja, ze deden het wel. Misschien wisten ze het niet beter, weet ik het. Maar ze hadden een soort telescoop. Misschien wel. De sterren bestuderen doe je met een telescoop. En of je dat nou door een telescoop doet of door een microscoop. Je mond valt open van verbazing. Wauw. De grootheid van hoe werkt het allemaal. Je wordt zelfs zo superklein als je het allemaal op je in laat werken. Ze bestuderen de natuur, de schepping. En met de weinige kennis die ze hadden, gaan ze op pad. Ze gaan checken. Hoezo een koning geboren? Dat willen we zien. Kom op mannen, we gaan. En ze komen dan aan in Bethlehem en ze vernederen zich. Hier zie je het, die grote mannen met al hun kennis en hun kunde en hun bezittingen. Ze knielen neer. En dat is wijsheid. Je eigen nederigheid beseffen, zo'n klein mannetje. Wat praat je over jou? Om je te vernederen. Ja. Ze checkten, ze knielden, ze vernederden zich. Dat is wijsheid. En die baby is dus geen baby gebleven. Ik vind het heel jammer dat mensen niet verder komen van... Oh, weer kerst vieren, weer dat babytje. Hallo, we zijn 2000 jaar verder hoor. En die baby... Het is een verjaardag... Die baby is de koning geworden en hij zal recht spreken tussen volken. Hoe is het met de Oekraïne en Rusland en Nederland en Suriname? Wat is recht en wat is krom? Hij is wijzer dan koning Salomo zelf. En wij doen er goed aan door wijzer te zijn dan de keizer die zich laat vereren als een god. Dit is zo verschrikkelijk fundamenteel fout. De keizers kiezen voor zelfhandhaving. Maar Gods woord zegt, verneder jezelf. Lucas 9, vers 48. Daar staat... De Heer Jezus zegt tegen hen, wie dit kind in mijn naam ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Want wie de kleinste onder jullie is werkelijk groot. In het Koninkrijk van God is het net andersom. Lucas 9 vers 48. Lucas 14 vers 11. Daar staat, want wie zichzelf verhoogt, zal worden vernederd. En wie zichzelf vernedert, die zal worden verhoogd. Dat is wijsheid. Dat is de les die Jezus ons wil leren. De weg naar de top gaat eerst door het dal. Verneder jezelf. Dat zijn de wetten van Gods Koninkrijk. En als je christen wil worden, fijn, kom erbij, maar je moet eerst wel even dood. Sterven aan jezelf. Daarvoor kiezen. Ik zet een streep, een kruis door mijn dikke, vette ik. Mijn egoïsme. Ik wil dat niet meer. Ik wil ermee kappen. En dat is het symbool van de doop. Dat jezelf verdrinkt. Kijk, daar ga ik. Ten onder. Daar kies ik voor. Ik sterf aan mijn hoogmoed. Ik word symbolisch gewassen van mijn zonde en met en voor Christus wil ik voortaan leven. Hem eren. En de Heer Jezus zegt, wil je even kijken naar de graankorrel? Die graankorrel blijft op zichzelf als je er niks mee doet. Je kunt het bewaren. Maar wil je vermenigvuldiging hebben, dan moet hij de grond in en dan moet hij dood aan zichzelf. Die graankorrel vind je niet meer. Maar er is een plantje ontkiemd daaruit. En dat groeit. En dat gaat vrucht dragen. 70, 50, 100 keer. Het principe is buigen. Capituleren. Overlopen. Je laten dopen. Gereinigd worden door Christus. Ja. Dat is het basisprincipe van het Koninkrijk van God. Je bent geen dweil. Je bent geen voetveeg. Je bent een koningskind. Door te knielen.
door je te vernederen. Dat is wijsheid. En zo gebeurde het in 1962 in een Rooms-Katholieke kerk. Dat er was een man van de Jesus People, een evangelist, in een Rooms-Katholieke kerk. En die zei, kom naar voren als je zegt van dat je Jezus in je hart wil hebben. Als je je wilt vernederen en start wil maken. En ik kwam naar voren. Ik heb geknield. En ik heb ontzettend moeten huilen. 1962, en Heer, de rest van mijn leven wil ik in dienst stellen, niet van mezelf. Maar ik geloof in u, ik geloof in uw koninkrijk. En als je je klein hebt gemaakt, want dat doe je als je knielt, ik maak mezelf bewust klein, dan wordt hij groot. Hij is de grootste. Die baby, ja, die baby is geen baby meer gebleven, maar hij is het verdiend om aanbeden te worden. In de wereld gaat het zo. Verneder de ander. Laat ze een poepje ruiken. Zorg ervoor dat jij gezien wordt met je brede schoudervullingen en met je prestaties en. Jij bent superieur en die ander is inferieur. Dat is de wereld. Verneder je tegenstanders. Maar hier gaat het even anders. Kniel voor de koning. Dat is het principe van het Koninkrijk van God. En er is geen andere weg. Kun je dan nog wel eigenlijk koning en christen tegelijk zijn? Ja, dat zeker. Je kunt keizer en christen en generaal en directeur en president allemaal zijn. En christen. Denk aan Jozef, David, Daniel, Mordechai, Nicodemus, Cornelius. In het Oude Testament was nog niet sprake van christen natuurlijk, maar wel het principe dat ze God op de eerste plaats zetten. En een hooggeplaatste functie bekleden. Dat kan, maar in alle bescheidenheid en nederigheid. Ja. Conclusie. De wijsheid. Verneder jezelf. En je wordt verhoogd. En ik denk dat de keizers daar niet veel van hebben geleerd van deze les. Maar wij wel. We hebben het al gezongen. En ik hoop dat u hiermee kunt instemmen. Zullen we samen bidden? Ja, Heer Jezus, we mogen deze les ter harte nemen. Wijzer zijn dan de keizer. Het kind won van de keizer. Want u keert zich tegen de hoogmoedige, maar de nederige schenkt u genade. Wij bidden voor leiders, voor christenen in de politiek, in het bedrijfsleven, wat voor functies ook mogen bekleden. En zij en wij ook hebben wijsheid nodig. Maar u bent meer dan de wijze koning Salomo. We mogen bij u aankloppen. En zo mogen we samen, allemaal, hoog en laag, jong en oud, gekleurd en blank, weer Jezus aanbidden. Want dan is er hoop en komt er vrede. Mogen wij vredestichters zijn. Vriendschap sluiten, vertrouwen winnen met mensen die heel anders zijn. Tot een andere volk, een andere cultuur behoren. Maar dat maakt allemaal niet uit, Heer, omdat u ons verenigt in één groot gezin waar vrede heerst. Omdat we samen geknield hebben. Samen u aanbidden. En dat is het geheim en het recept voor deze wereld. Kom, wij gaan aanbidden. Want u bent het waard. Amen.
Ja, als u wil gaan staan voor het ontvangen van de zegen. Zegen is goede woorden spreken en die krijgt u mee. Vader in de hemel, dank u wel dat uw gedachten positief zijn over ons. Wij zijn door de zonde aangevreten. U hebt ons lied aan ons lot overgelaten. U bent gekomen als redder van onze zonde. En wij zijn aangesteld als vredestichters, lichtdragers. En we bidden dat we dat mogen uitdragen. Geef ons de kansen en de vrijmoedigheid om als ambassadeurs van u op te treden. En zo mag ik u zegenen, gemeente van de Heer Jezus Christus, zodat de gemeente wordt uitgebreid en verdiept met een diepe, echte vrede, waar de wereldse glitter niet tegenop kan. U geeft het echt. Wees gezegend en draag het uit. In Jezus' naam. Amen. Jesus
Een applaus voor God. Hele fijne zondag en hele fijne kerstdagen allemaal.